Welkom bij App en Web. In deze video laten we zien hoe het opleveringsregistratiesysteem van App en Web werkt. Verre Online is kunststofkozijnen en deuren specialist, een aannemersbedrijf dat maatwerk levert aan klanten. Bij het opleveren van maatwerk wordt er een contract opgesteld, een papieren formulier, dat bij oplevering ter plekke door de klant wordt ondertekend. Mocht er nog openstaande werkzaamheden zijn, dan wordt dit in dit contract vastgelegd. Voorheen werkte Verre Online met een papieren contract. Wat voor hen niet handig was. Deze papieren overeenkomst kan men verliezen, of men had geen blanco contract meegenomen, waardoor men in een later stadium terug moest komen en als er alsnog nieuwe werkzaamheden gevonden werden, kostte dit weer extra werk. Het opleveringsregistratiesysteem van App en Web lost dit probleem op. Door het opleveringsformulier te digitaliseren en direct vast te leggen via de app, kan je altijd direct de oplevering vastleggen. De openstaande werkzaamheden zijn bekend en kan in een later stadium projectmatig worden ingepland. Daarnaast is het juridisch dichtgetimmerd, aangezien de klant een kopie van de digitale overeenkomst per e-mail ontvangt. In deze video leggen we uit hoe men een project oplevert. Je drukt op de knop opleveren en komt in het overzicht van de projecten. We kiezen voor het project App en Web. Vervolgens wordt het opleverscherm getoond en onderin is een veld aangeboden waar men de openstaande werkzaamheden kan invullen. Mocht alles naar wens zijn opgeleverd, zal men dit veld leeg laten. Ik geef hier aan, diverse verfres te verwijderen en voordeur sluit niet naar behoren. Vervolgens wil ik een foto koppelen. Dit gaat makkelijk en snel door op foto koppelen te klikken. Je kunt nu direct een foto maken en toevoegen aan de oplevering. Het is mogelijk om meerdere foto's te koppelen. Dit kan gedaan worden door een nieuwe foto te maken of door een foto te uploaden uit je galerij. Wanneer je terugkomt in het overzicht van de oplevering, zie je beide foto's die je gekoppeld hebt staan. Wanneer alle velden zijn ingevuld en de foto's zijn gekoppeld, kies je voor de knop Aanbieden oplevering. Er komt een pop-up om een e-mailadres in te vullen en standaard is het e-mailadres wat bekend is ingevuld. Mocht degene die de oplevering zou beoordelen een ander e-mailadres hebben, dan kan hier dat andere e-mailadres worden ingevuld. Er wordt standaard gevraagd naar welk e-mailadres men op de smartphone actief heeft, zodat de oplevering naar dat e-mailadres wordt verstuurd en direct beoordeeld kan worden. Vervolgens krijgt men de melding dat de beoordeling succesvol is verstuurd en zal men de klant vragen of deze beoordeling binnen is. Er is eerder gevraagd welk e-mailadres men op de smartphone actief heeft, dus moet de beoordeling van de oplevering op dat e-mailadres binnenkomen. We zullen dit proces uiteraard ook illustreren en hier kun je zien dat deze beoordeling van de oplevering in e-mail wordt aangeleverd. De eventuele werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden staan duidelijk vermeld. Ook zijn de gekoppelde foto's vermeld en kan men deze bekijken. De klant kan nu voor akkoord of niet akkoord kiezen en we kiezen voor de blauwe link akkoord. Vervolgens wordt zowel de klant als aannemersbedrijf per e-mail geïnformeerd over akkoordoplevering en is de oplevering een feit. Beide partijen hebben dus nu een bevestiging van de goedkeuring ontvangen en dit is ook terug te vinden in de back-office. In deze video kun je duidelijk zien hoe het opleveren via de app gaat. Deze manier van oplevering is voor beide partijen minder tijdrovend en het is veel efficiënter dan het foutgevoelige papierproces. Want zo hoeft niets meer geprint, gescand of over en weer gemaild te worden. Alles overzichtelijk in één systeem. Benieuwd naar wat deze app voor jouw bedrijf kan betekenen? Wij werken met een proeflicentie. Waar je twee weken kosteloos gebruik van kunt maken. Stuur een berichtje via het WhatsApp-icoontje of laat je naam en telefoonnummer achter en kies voor de groene knop Bel mij terug. Binnen een uur word je teruggebeld en bij Interesse zijn wij in staat om binnen 24 uur een proeflicentie aan te maken met jouw huisstijl en bedrijfslogo. Zo kun je twee weken vrijblijvend kennis maken.